Hey hallo, hoofdstuk 4 van het boek Agile. En het boek gaat over de gevaren van Agile. Want in het boek beschrijven we 8 gevaren en 7 misvattingen om Agile. Want het is heel simpel, Agile is niet heel erg makkelijk. Dat lijkt het soms wel, maar we weten inmiddels al lang dat dat niet zo is. En daardoor zitten er onder de oppervlakte best een paar gevaren, waarvan de moeite waard is om er in een hoofdstuk aandacht aan te besteden. Een groot verschil, wat belangrijk is om te duiden, is dat er een verschil zit tussen wendbaar zijn en Agile doen. Zeker in het begin gaat het vaak over de manier van werken, de processen, de rituelen. En voor je het denkt, denk je dat dat het is. Dat het gaat om de stand-up, of wanneer je bent, of welke rol. Maar uiteindelijk is dat maar een startpunt. Want het gaat niet om agile doen, het gaat om wendbaar zijn. Het gaat erom dat je morgen kunt veranderen als de situatie daarom vraagt, zonder te veel dingen achter te moeten laten. Dingen dus afmaken, kort cyclisch. En daar zit de kern. En agile helpt daarbij, en agile werken kan daarbij helpen. Maar het gaat niet om agile werken, het gaat niet om agile doen, maar het gaat om wendbaar zijn. En in die verandering, in die transformatie, en daar besteden we nog andere hoofdstukken aan, wordt de impact vaak ontzettend onderschat. Dat is echt wel een gevaar. Je denkt in het begin, oh dat is makkelijk, dat gaan we even doen. Maar voor je het weet, heeft het impact voor anderen. Komen er meer teams? Is er afstemming nodig? Lever je vaker op dan degene wie je oplevert het aan kan? Dus er zitten heel veel dingen aan. Daarnaast ga je werken in teams, waardoor het beoordelen van individuen anders wordt. Dus in eerste instantie lijkt het hartstikke leuk en het is ook belangrijk en het is ook goed om te doen. Maar daarna komen er steeds meer dingen naar boven. Die impact wordt heel vaak onderschat. Een derde gevaar wat er echt wel aanwezig is, is dat we denken dat we klaar zijn met Agile. We hebben een Agile coach, we hebben een Agile transformatie, de teams worden opgestart, de teams zitten in een ritme. Nou, dan zijn we dus klaar. Maar feitelijk is dat het allereerste stapje waar je de manier van werken verandert. Maar ja, agile zijn, wendbaar zijn, is natuurlijk veel meer dan een andere manier van werken. Ik zei het net al, hè? Agile doen versus wendbaar zijn. Dus een grote gevaar is dat je denkt van, nou ja, we hebben het nieuwe proces ingericht, dus dan zijn we er. Maar feitelijk is dat pas het begin. Nou, het laatste gevaar om aandacht in te geven is dat we bij Agile het heel veel hebben over processen. We hebben het over meetings, we hebben het over de rituelen en dat is super belangrijk. Alleen uiteindelijk is er ook nog zoiets als vakmanschap. Hè? Bedoel maar, een vakman met slecht gereedschap levert vaak nog toch betere resultaten af dan een kluns met het allerbeste gereedschap. En Agile is niets meer dan een gereedschap. Dus er is een soort blinde vlek, een soort dode hoek in deze hele transformatie, de manier van werken, is dat het nog steeds om vakmanschap gaat. Dus pas op hè, dat je dat niet vergeet. Dat parallel aan deze manier van werken er altijd aandacht moet zijn aan competenties, vakmanschap, technische skills, et cetera. Nou, ik denk dat dat een beetje de samenvatting is van het hoofdstuk. Kijk het door, kijk naar die gevaren, kijk naar die misvattingen en doe je voordeel mee. Hè, bedoel maar, het is altijd makkelijk als je gewaarschuwd bent dan dat je het zelf moet ontdekken. Maar onderschat het niet, heb plezier, pas op voor de gevaren. En ja, hoe begin je daar dan aan? Hè? Dat is natuurlijk altijd hoe beginnen we nu? Nou, een handige manier om te beginnen is door te gaan werken met gewoon de standaard aanpak voor Agile, en dat is Scrum. Nou, dat snap je misschien al. Dat gaan we bespreken in hoofdstuk 5. Dus ik zie je daar.